Bal richting Schön. Zabelt Schön, krijgt de bal voor. Daar is de eerste echte kans. En nou, dat scheelt niet eens heel veel. De bal niet heel lekker geraakt door Ekkelenkamp. Maar gevaar is er nog wel. Schön worstelt zich er langs. Bijna via de stuit. De keeper nog geklopt. Hoek lastig, toch proberen. Ja, natuurlijk. Geen slechte actie van Suzuki. En zo is het een van de beste kansen van de eerste helft. En kan Ajax zich toch wel aan gaan rekenen dat hij voor de Japanners is. Niet dat Japan nou zo heel veel indruk maakt. De J-League spelers. Maar dat doet Ajax dus ook niet. Heeft weer wat ruimte voor de Japanners die steeds meer vertrouwen krijgen. Volgende kans is daar. Het schot is makkelijk voor Reiziger. Tanashi met de poging. De La Vega krijgt de bal. Levert dat ook een kans op? Dat zou kunnen. Sint geeft voor en bijna een eigen doelpunt. Bal wel volledig verkeerd geraakt, maar gaat uiteindelijk voorlangs. Uji zal ongetwijfeld opgelucht ademhalen. 0-0. En het spel zal beter moeten. Schot van ver is prachtig, maar net naast. Man in vorm dus, Jurgen Ekkelenkamp met de twee doelpunten tegen Feyenoord. Waarmee Ajax onder 17 weer een flinke stap dichter bij de titel kwam. Het scheelt uiteindelijk een dikke meter. Op een prettige plaats. De actie leek eigenlijk alleen maar te kunnen mislukken. Bakker. Dan wordt het Maduro zelf. Ja, die probeert het inderdaad ineens. Hij raakt de paal. De rebound is dan uiteindelijk met een beetje geluk voor de keeper. Omdat hij op het bovenbeen van een van zijn ploeggenoten kwam. Mooie vrije trap van Mitchell Bakker. Ook voor hem de tweede keer dit toernooi. Heeft zich goed ontwikkeld. De vorige editie was een beetje zijn doorbraak. Als de Japanners hier 0-0 spelen, is dat dan een resultaat waar ze trots op zullen zijn. Misschien zit er nog wel meer in. Met toch echt wel wat ruimte weer. Nieuwe man Morita geeft mee. De voorzet is goed. De kans is bijna. Ja, de kans is daar. Maar dat doelpunt ook nog bijna. Actie van Kuwahara. Die loopt zich vast. Masutani. Schietkans, doelpunt, nee, de paal. En dit lijkt me een buitenspel. Ja, dit gaat niet door. De treffer van Kozuki. Nog een keer de kansen voor de Japanners. Die werd wat moeitig doorgepakt door Reiziger. En dit is toch de beste kans van allemaal. Nog net het voetje ertussen. Goed verdedigd. Waardoor de paal op de paal belandt en het schot niet voluit is. Dat is een aardige bal. Ja, dat is een goede kopkans. Maar Van Gelderen krijgt de bal niet lekker op zijn hoofd. De bal schiet door. Botman kan daar niet bij. Dan is daar opeens Van Gelderen. De bal krijgt hij iets achter zich. Het is toch meteen afgelopen. Geen extra tijd. En het is een wat valse start voor Ajax in deze editie van de Future Cup. 0-0 tegen de J-League. Er waren wel wat kansen, maar over het algemeen het spel nog niet groot. Die halve finale halen, dat wordt met deze start nog een hele opgave.